Een veelgehoorde klacht van mensen is poezen in de tuin die daar hun behoefte doen. Dat is natuurlijk niet fijn. Het eerste wat je er tegen kan doen is zorgen dat je tuin minder toegankelijk wordt voor katten. Ze hebben vaak vaste looproutes. Dat heeft te maken met het territoriale gedrag. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door een looproute in een border te blokkeren met wat kippengaas of prikstrips te maken op schuttingen. Dan willen ze daar niet meer lopen en dan gaan ze andere routes kiezen. Nou, ten tweede moet de tuin minder aantrekkelijk zijn. En dat heeft er weer mee te maken, ja, als een border lijkt op een kattenbak met loszand, zal hij daar gaan graven en zijn behoefte doen. Dus dan kun je bodembedekkers aanplanten, jouw satéprikkers misschien zelfs kunnen plaatsen, of ook weer kippengaas. Dat vinden ze allemaal niet fijn. Verder moet je goed op je beplanting letten. Nou, een prikkelstruik vinden ze minder fijn. Of een citroenmilis, want dat ruikt dan heel erg naar citroen. Maar ja, kattenkruid komen ze juist wel erop af. En verder zijn ze heel erg gevoelig voor geluid. Dus je zou zo'n ultrasoon apparaatje kunnen kopen met een sensor, dat als er een kat in de buurt is, dat het afgaat. En op die manier zijn er toch behoorlijk wat manieren om te zorgen dat de kat juist de tuin van het buurman kiest in plaats van die van jou. Kijk eens.